Er zijn wel eerder wagens die in de aanloop naar het Corso met problemen te kampen gehad hadden. Maar ik kan me niet herinneren dat we ze 's morgens of bij het begin van de optocht het besluit hebben moeten nemen om niet te vertrekken met wagens. Ja, we zien het nu ook. Weet je, ze hebben het wel tot het tentoonstellingsterrein gered, maar verder kwamen ze niet. Nee, een van de twee die had, buiten dat het een heel windgevoelig ding is, had hij ook een technisch malheur waardoor een stuk van de staart van de vis afgebroken was. Die hebben zelf in eerste instantie aangegeven dat ze het niet verantwoord vonden om te rijden. En die kunnen we alleen maar respecteren. En die andere? Ja, die andere, die, wat je ziet, is een enorm plexiglas wand. Waar vooraf met onze adviescommissie veiligheid wel over gesproken is. En toen is eigenlijk al gezegd dat het tot windkracht 5 aanvaardbaar was. Maar meer niet. Maar meer niet. En we staan constant in contact met en Woensdrecht en Gilsrijen. En de windverwachtingen waren gewoon pieken naar 6 en meer. En, dat is veiligheid boven alles. Ja, je kunt het risico niet. Misschien bestaat niet in deze. Dus als het risico te groot is, dan moet je, hoe vervelend ook, maar dan moet je zeggen dat het niet kan.